Hallo allemaal, ik ben Rutger en fabulous dat je naar deze nieuwe It Takes Two Challenge kijkt. Net vandaag... Lieke van Lexmond! Superleuk dat we samen de challenge doen. Heel erg spannend ook, want vanavond gaan we natuurlijk gewoon weer optreden. We doen het nu al in ons broek. Ja. Maar ik heb hem gehoord en echt, nou, ik weet zeker, het is echt super mooi. Oh. Het is echt heel goed. Nou, ik heb jou ook al gehoord. En het wordt heel erg, het wordt heel erg leuk. En voor het eerst natuurlijk dat we nu met iemand anders gaan zingen, een duet. Vorige week stonden we er alleen voor. Maar gelukkig hoeven wij nu niet te zingen, want we gaan onze stemmen sparen voor vanavond. We hoeven alleen maar dingen uit te beelden, want we gaan de muziek uitbeeld challenge doen. Okay. We hebben hier een geweldige koptelefoon. En een telefoon met allemaal liedjes erop. We zetten hem zo meteen op. En je moet het liedje gaan uitbeelden wat je hoort. Ja, om de beurt. En als de ander het raadt, dan krijgt degene die uitbeeldt een punt. Want dan heb je het zeg maar goed uitgebeeld. Oké. Okay. En we zien wel wat er gebeurt. Wil jij beginnen? Ja, is goed. Oké. Okay. Hallo. Ja. Nee, echt? Van Adele. Oh, die was makkelijk. Nee, dat makkelijk. Ja. Oh. Nou, zo, jij bent goed hierin. Oké. Okay. Nou, dan heb je alweer een punt. Ga ik naar mijn lijst. Oké. Okay. Het is nu nog gezellig gewoon. Ik hoor een gitaar. Oké, okay, hosmuziek lijkt het wel. Lijkt wel lekker gezellig. Gezellig een beetje. Oké. Okay. Huilen, oh. Cry, hoog. Oh, oké, okay, omhoog. Naar de regenboog, regenboog. Kijk in de verte, gluren. De tijd. Oh jeetje, wat is het moeilijk. Oh jee. Vroeg, ik denk aan hazes, ik denk aan meeuwis. Nee, het zijn er twee. Oh, de drie J's. Oh jee. De drie J's hebben Nick en Simon, bedoel ik. Nick en maar Simon. Nu nog het liedje. Ja. Wacht, nu komt het refrein. Kijk omhoog. Da da da. Zoeken naar een antwoord. Ja! Ja! Ja, zo, okay. Nou, dat vond ik nog goed, maar dat je dat... Ik dacht, lachen die je zei. Het zijn de twee, ik heb de drie J's. Oh, dat hoorde ik niet. Bijna. Nou, heel goed zijn we hierin tot nu toe. Ja, dat gaat lekker. Dan moet je goed team, oké, okay, het is één. Oké, okay, het is in ieder geval een dansmuziek. Dans, my heart is het is Nederlands. Ik word gek, maak me gek. Ik word gek. Nee, het is niet Nederlands. Oh, I'm crazy. Liefde. Love. Nee, crazy in love. Ja! Oh, hadden jullie ook door? We moeten aan een ander programma mee. Ja, okay. Ja. Okay. Crazy in love. Nou, ja, ik zag hem gelijk. Misschien is het ook leuk om die nog een keer in de show te gaan zingen. Zo, die is echt lekker, ja. Ja, dan ga ik wel over de grond rollen zo. Dat heel lekker. Ja. Gaan we kijken over na. Oké, gaan we proberen te regelen. Ga ik weer de lijst erbij pakken, de lijst der lijsten. Oké, ja, ik zie er één. Een gitaartje, John Mayer, Bruno Mars. Even denken hoor, wie ben je aan nu aan het doen? Ja, het is nog bij, even lang hoor. Jim Morrison. Nee, het is totaal niet die. Oké. Oh, het is iets Nederlands-Talens waarschijnlijk weer. Oh, oké. Naar huis. Oh, je hoeft nog niet naar huis vannacht? Nee, maar het is wel Nederlands. Wacht, nu komt het refrein. Oh, ben je bij Marco wel? Maar jij bent zo? Ja! 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 Ja, ik zat er niet in, maar zag ik ook. Ja. Ja. Jij bent zo! Ja, Jeroen van de Boom. Ik had niet verwacht dat we hier zo goed in zouden zijn. Ja, dat gaat lekker. Ik zal het even leuker voor je uitzoeken. Oké. Okay. Even denken. Oké. Okay. Het is een beetje loungy, wel een beetje danserig. Oké, ik... Lekker... Lekker? Maar is het dan Nederlands of Engels? Nederlands. Oké, je hebt één woord goed geraden. Lekker ding. Nou ja. Maar waarom, ik weet niet van wie dat is. Ik ken het ook niet. Ik vond de titel gewoon leuk. Oh. Ik hoor het heel leuk. Oh, kus! Of ja, zo. Ik ken het dus niet. Ja, oh ja, dat is mijn jeugd. Oh, nou. Ja. Voor mij was het onbekend, maar ik dacht, ach, voor jou zing ik lekker in. Ik wist niet. Oké. Okay. Dus je kunt nu op gelijkspel komen. Spannend. Ja. Applaus hoor ik nu. Dus live optreden. Ook weer Nederlands talen, denk ik, kan je hoop zien. Oké. Okay. Ik ben echt heel blij. Oh, heel blij. K3. Nee. Ik weet het niet, ik hou van jou, ik mis je. Het is heel leuk om jou zo te zien. Als zou ik het weten, zou ik het denk ik niet raden. Oké, wacht. Ik wacht even op de vrij, want het is anders niet te doen. Oké.
ik doe het wel leuk hoor, je kan best proberen. Ja, dat knippen er gewoon uit. Nee, ik knip je er wel uit. Oké, okay, dan komt het volgens mij. Ik zat in bad. Even zitten. Op je wacht, ik zou je vertroetelen, ik zou je knippen, ik zou met je breien, ik zou je gietelen, ik zou je... Een schouder? Oh jee! Hart. Hey, borsten. Mijn borsten? Ja! Mijn borsten? Nee. Mia, ik heb geen borst, ik heb geen tieten. Wie heeft geen tieten? Bijna. Kinderen. Ja! Ja, ja. Iets met, hoe ging dat met je ja. nou? Waar zijn mijn tieten? Waar zijn mijn borsten? Nee, help, ja, waar zijn ja, mijn... Ja, help. Ik krijg geen borsten. Help, ik krijg geen tieten. Nee, ja, je hebt het goed. Je weet welk liedje ik bedoel. Ja. Het tietenlied. Oh, het heet, zo heet het tietenlied. Ja. Ja, je had hem wel geraden, vond ik. Ja. Dus we zijn gewoon allebei winnaars. Nou, als het vanavond ook zo gaat, is het goed, toch? Ja, precies. Als je het leuk vond, vergeet dan niet om een blauw duimpje omhoog te doen onder de video. Maar als mensen jou nou willen volgen verder op social media, waar kan dat? Waar zit je allemaal op? Ik heb een Instagram-account, Lieke van Lexmond, dus dat is makkelijk te vinden. En ik heb Facebook, dat is mijn Lieke van Lexmond fanpagina. En Twitter ook. En Twitter. Alles gewoon Lieke. Ik zet alle linkjes in de beschrijving, dus ga Lieke zeker eventjes daar volgen. Leuk jullie te zien, jongens. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie natuurlijk gewoon de volgende keer weer. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei. Mwah.